Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaats opgenomen op maandag 6 januari. Het is bewolkt in Nederland, maar vanuit het zuiden komen geleidelijk aan de opklaringen dichterbij. En vanmiddag schijnt op veel plaatsen in het zuiden en midden van het land de zon. In het noorden duurt dat echt wel wat langer. De temperatuur ligt vanochtend zo rond de 6 graden en er waait een matige wind uit het zuiden of zuidwesten. Vanmiddag dus geleidelijk aan meer opklaringen, alleen in het noorden blijft het nog lang bewolkt. De temperatuur ligt rond de 7 graden en het is overal droog. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking weer toe. En aan het eind van de avond, maar vooral in de nacht, valt er ook af en toe wat regen. Als een storing van west naar oost over het land trekt, voor de regen uit kan de temperatuur nog dalen tot een graad of twee. En morgen, dan is de regen het land uit, zijn er wolkenvelden, maar geleidelijk aan breekt ook de zon weer door. Ik denk dat de meeste zon te zien zal zijn in het westen van het land. Smiddags wordt het een graad of acht en het blijft droog. Woensdag en donderdag is het bijzonder zacht in Nederland bij temperaturen rond de 11 graden. Wel is het bewolkt en valt er af en toe wat lichte regen of motregen. Er zijn ook droge momenten, maar de bewolking blijft wel overheersen. Vrijdag kan in de loop van de dag de zon weer wat vaker doorbreken.